Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Kokke begint geen overtreding. Dit is Niguez. Achteruit Llorente. Ruimte voor een schot. Met Carrasco voor de vrije trap. Achtste minuut met zijn rechter over de muur. Maar ook over het doel. Eerste kans voor Atletico. Goed weggedraaid door Otavio. Otavio met het schot. Een poging waard. Gaat er over. Taremi die aflegt en dan gaat het heel snel naar Galeno aan de linkerkant tegenover Witzel. Galeno tegen Witzel. Goed blijven wachten door onze landsgenoot. Ze proberen alles in het werk te stellen om voor doel te komen. En daar een eerste keer Oblak. Eerste keer dat hij moet tussenkomen. Dit is Carrasco. Carrasco buiten om scherpe voorzet. En dan knallen vanuit de tweede lijn Kokke. En dit is Taremi. Taremi gaat hij toch nog voor een doelpunt zorgen op het eind van die eerste helft. We zitten in het staartje van de eerste 45 minuten. Maar nu is het volledig gedaan. Dit is Llorente, Rodrigo de Paul. Moet die bal binnenhouden en voorgeven. Nog een tackle en dan een plaatsbal binnen. Kokke met de bevrijdende 1-0 in de 50ste minuut. Dan buitenspel. Hola. Krijgen we een nieuwe vorm van offside te zien met poppetjes. Eustacio. Met een schot. En een parade van Jan Oblak. De eerste keer dat hij zijn handen moet gebruiken. Het was Ivan Nilsson. Uribe. Buitenkant is ruimte. Taremi kiest voor de andere kant. En een goede keuze was dat. Prima redding van Jan Oblak. Llorente. Correa. Hermoso. En die gaat toch wel binnen, zeker. Hermoso. Afgeweken bal. En de man die nog nauwelijks heeft gespeeld, die scoort hier zowaar. Ja, het winnende doelpunt. Alhoewel, er zijn nog 9 minuten te spelen. Zaidu. Bal verlengd. Ho, Hens. Dit was Hensbal en een penalty. Jazeker. Jazeker. Marciniak twijfelt niet. Eerst, ik denk, even meegenomen. En Hermoso is de kluns natuurlijk. We zitten in de 6e minuut van de naspeeltijd. Van de 9. Matteo Zuribe. Oh, hij zit erbij. Maar die bal gaat toch binnen. En dan 1-1 en een punt. Toch
toch dat punt meegenomen uit Metropolitano. Komt er nog een winning goal? Witzel, Griezmann, ja toch wel zeker. Toch wel, Griezmann zeker. Oh, dat hou je toch allemaal niet voor mogelijk. Alles is hier gespeeld in die laatste minuten, in die naspeeltijd. En de man die 40 miljoen moet betaald worden, of waarvoor ze 40 miljoen moeten verbetalen, als hij meer dan de helft van zijn wedstrijden speelt, hij scoort hier. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.